Mijn schoenen heb ik deze keer in Parijs gekocht tijdens de Fashion Week. Maar ze zijn van Italiaans label Hogan. En ik moet zeggen, ik ben er heel blij omdat ik normaal toch iemand ben. Ik val alle platte schoenen. En deze keer kan ik echt goed op hoge hakken lopen. Dus iedereen is verbaasd als ze me ook zien. Ik weet onder andere bij Paul Warmer kan je ze goed krijgen. En John en Vera Hartman niet te vergeten. In Amsterdam. Ja, nou jurk moet ik zeggen, dat is voor mij echt wel een heel favoriet. En dat is een favoriete Franse designer, die heet Vanessa Bruno. En zij showt ook in Parijs 2 keer per jaar. En ze wordt een beetje gezien als de Miu Miu van Frankrijk. Daaroverheen heb ik, vind ik zelf wel een heel bijzonder vest van Karen Millen. Karen Millen, Engelse ontwerpster. En die inderdaad met een soort van vlam-effect vind ik het wel grappig. Het heeft iets van gypsy-achtig en een beetje stoer, maar toch ook wel weer chic. Daar heb ik onder een mooi nachtjurkje van Hunkemöller. En die had net zo mooi boven zo'n kanten bandje, BA-bandje. En dat vond ik wel passen bij het hele outfit. Tas, niet te vergeten, die is van Mulberry. En ik heel erg fijn aan vind, het is een soort van in-between size, dat het niet te groot en niet te klein is. En dat die vooral een soort van heel soft leer, en vooral de kleur ben ik helemaal verliefd op. Nou, dit is mijn outfit voor de maandagochtend bij Grazia. Maybe I'm wrong. Dreaming of you, dreaming a lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you.